Zoals het niet makkelijk is een andere moedertaal te accepteren, zo is het ook niet gemakkelijk een andere munteenheid te aanvaarden. Maurice Roemer, governor van de Centrale Bank van Suriname, geeft aan dat het wel opmerkelijk is dat veel landen in het Caribisch gebied met een kleine economie zijn gedollariseerd. Daardoor worden diensten aangeboden in Amerikaanse dollars. Roemer vindt het jammer dat diensten in Suriname in vreemde valuta worden aangeboden. Omdat we diensten niet moeten gaan vaststellen in dollars. Dat is natuurlijk geen goede zaak. Maar als het gaat om fysieke goederen, ja, dat wil zeggen de movable goods. De movable goods, dat is vanzelfsprekend dat die vooral uiteraard gekoppeld zullen worden aan de prijs van de dollars en de winstmarges die in principe toepasbaar zijn in ons land, oftewel zijn vastgesteld door het ministerie van Economische Zaken. Maurice Roemer, governor van de Centrale Bank van Suriname. Hij is van mening dat diensten in Amerikaanse dollars aangeboden mogen worden.